even een katje. Ik ben kut! Maar niet uit, hoor. Katje is mijn zus, we lijken heel erg op elkaar. Mijn moeder had het ook altijd door elkaar, dus je bent niet de eerste. Yes! Hallo, ik ben Tim, hoofdredacteur van Strippler Jump. Hoi Tim. Vertel het gewoon. Je hoeft niet voor te lezen. Ik kwam met je vraagstem. Nou, wat is de eerste vraag? Hoe wordt je stemactrice eigenlijk? Want je spreekt. Je had de notenkrakers ingesproken. En ja. Nu ook de flummels. Ja, de flummels. Ik doe heel veel. Ik ben eigenlijk. Ja, wanneer ben je? Want ik ben mens. Laten we daarmee beginnen. Maar ik ben begonnen als zangeres. En daarna ben ik steeds meer gaan acteren. En vaak als ze op een gegeven moment een tekenfilm gaan maken, vaak zijn het Amerikaanse of Franse of Engels. In ieder geval, vaak uit het buitenland wordt het gemaakt. En dan moet op een gegeven moment, willen ze het ook voor de Nederlandse markt in het Nederlands. Dus dan denken ze, wie zou dat goed kunnen? Want ja, je kan wel zeg maar gewoon een fijne stem hebben, maar je moet ook een verhaal kunnen vertellen. Dus dan vragen ze daar vaak acteurs of actrices voor, omdat die wel een karakter kunnen spelen. En die kunnen zich inleven in een muisje of in een, weet ik veel, in een gekke karakters. Dus dan ben ik lang geleden bij Wim Pel Producties. Die doen heel erg veel tekenfilms. Dat is een productiebedrijf voor Netflix, voor Nickelodeon, voor alles. Voor zowel tekenfilms voor televisie als voor bioscoop. En toen ben ik dat gaan doen. En toen ben ik daar eigenlijk nooit mee gestopt. Heel veel verschillende. Van Huize Harry tot Backyardigans. SpongeBob. Of van alles. Heel veel. Maar ja, want jij zei dus van ze meestal allemaal actrices pakken en acteurs, net als jij. Ja. Waar kan dan ook niet iemand anders dan een stemactrice zijn dan? Je bedoelt, als jij in één keer denkt, ik wil stemacteur worden of zo. Ja, ja, dat zou wel kunnen. Maar kijk, sowieso, zeker als ze jongeren nodig hebben. Ze hebben één keer in de zoveel tijd hebben ze een soort van auditieronde. Om dan te kijken, als ze weer nieuwe stemmetjes nodig hebben. Heel vaak doen ook wel volwassen acteurs, doen ook kinderrollen. Vaak vragen ze, ik heb best wel vaak doe ik ook jongetjes. Omdat ze dan niet per se willen dat je zo'n stemmetje hebt, maar dan wel net iets kleiner of zo. Dat je net iets meer zo praat of zo. En dan ben je bijvoorbeeld een klein brutaler jongetje, vinden ze die stem dan passen of zo. En ook is het wel zo, als je vaak met kinderen werkt die nog niet zo vaak hebben gewerkt, moet je het wel heel vaak soms overdoen als mensen, als de kinderen nog niet zo gewend zijn. Maar dat is ook heel veel. Want jij bent hoe oud? Ben jij 11 of zo? Ja, 11. 11, ja. En mijn zoontje is ook 11. En dan doen ze wel ook stemcasting, zeg maar. Dus dan kan je ook er zo op die manier kan je erin rollen. Maar je moet wel zeg maar, goed gebekt zijn, goed kunnen lezen, snel kunnen lezen. En snel kunnen begrijpen wat er staat, interpreteren wat er. Hoe het moet, zeg maar. En ook het allerbelangrijkste is, je moet goed kunnen luisteren naar de regisseur. Als hij zegt, het moet toch meer zo, dat je dat gelijk kan aanpassen. Oké. Okay. Als je mij een vraag stelt, dan begrijp ik wel een heel lang antwoord, dus je moet hem ook gewoon soms stoppen. En ik neem nog een hapje brood. Kom vast ook in de strip. En waar vanaf juli verschijnt de film De Flummels. Ja. Jij spreekt dus een flummel in, een hoofdfiguur. Ja. Kan je haar omschrijven? De beestjes zien er eigenlijk uit als een soort harige donut met armpjes en beentjes. Zo vind ik het een beetje uitzien. En zij wonen in een soort heel, ja, een soort paradijs wonen ze eigenlijk. Een prachtige plek. En op een gegeven moment, en zij is eigenlijk heel een beetje brutaal. Brutaal is misschien niet het goede woord. Ze is super naïef en blij en alles kan en de wereld is mooi. Ja, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik ga het nog een keertje doen. Ze is gewoon super, super enthousiast en ze brengt dus altijd komt in de problemen. Omdat ze denkt, ik heb het nog nooit gedaan, let's do it. En haar broertje, die denkt altijd, oh mijn god, daar komt ze weer. En dus dat is al een leuke lijn tussen die twee, waardoor de een is een beetje, hij is wat meer van, ziet het gevaar en zij ziet nooit gevaar. En op een gegeven moment moeten zij vallen ze in een soort van tijdswarp bloem, waardoor ze in één keer op allemaal verschillende plekken
ter wereld komen. En dan moeten ze eigenlijk de wereld redden. Jij bent dus helemaal open in dat inspreken, maar wie bedenkt nou die stem? Bedenk jij het of doet iemand anders dat? De klank van de stem? Ja. Nou, dat doet de stemacteur meestal wel zelf. Mm. En soms kan je iets doen. Mm. En dan zegt de regisseur, nou, misschien iets hoger in je stem. Mm. Of iets lager in je stem. Of soms heb je wel eens een karaktertje dat dan bijvoorbeeld een beetje Latijns-Amerikaans moet zijn. Mm. En dan moet je inderdaad iets meer zo praten. Maar dan willen ze ook niet, het is vaak niet te veel, want ze willen ook niet dat je het, zeg maar, die afkomst soort van belachelijk maakt. Weet je, dat je heel erg met de ik ben uit de Spanje. Weet je, dat je alleen maar zo praat. Dat is, soms vinden ze dat ook een beetje te, ja, dat kennen we wel. Of dat je als het Chinees is, dat je het dan te karikaturaal maakt. En in deze tijd moet je ook altijd wat meer uitkijken. Anders kunnen mensen zich ook misschien aangevallen of gediscrimineerd voelen. Weet je, dus dat je ook niet zo iedereen praat, zo die misschien iets een donkere huidskleur heeft. En denk je, misschien niet heel erg gepast om dat te doen. Of misschien moet je gewoon iemand die ook echt gewoon er zo uitziet te laten inspreken. Mm. Dus het is altijd een beetje, het meeste komt uit de acteur zelf, maar de regisseur die helpt daar wel bij. Hoe lang doe je daar dan over om die hele film in te spreken? Want... deze film? Ik denk dat ik... meestal zijn altijd inspreeksessies max 4 uur. Omdat je daarna wel een soort van... even je concentratie hebt. Dan vaak is het van 9 tot 1 of van 2 tot 6. Mm. En heb je eventjes tussendoor 1 keer of 2 keer een koffiepauze of zo. Een theepauze, een plaspauze. En... ja, ik denk dat ik voor deze film... dat ik... 7 uur bezig ben geweest of zo. Dat is dan wel heel snel. Ja, aan de andere kant, als je kijkt dat de film 1,5 uur duurt. En wat dan mijn aandeel van stemmen is, is dan misschien in totaal, I don't know, 3 kwartier of 1 uur. Ja, het is wel, ik word er ook wel redelijk in. Omdat ik het vaak heb gedaan, gaat het me wat makkelijker af. Ja, maar het is vooral als het voor bioscoop is, omdat je dan op nog veel groter scherm ziet. Dan zijn ze nog preciezer. Dat jouw bekje precies, dat jouw woord precies goed aansluit op het bekje. Dat doen ze altijd al wel. Maar als het alleen voor televisie is, is het toch een kleiner scherm. Dus dan zijn ze ook wel precies op. Maar als ze weten dat het echt op een scherm van weet ik veel, 8x4 komt of zo. Dan gaan ze nog meer de tijd nemen ze ervoor. Dus dan moet je echt helemaal... helemaal goed je best doen. Van welke films hou je het meeste die je hebt ingesproken? Oei. Ja, ik vind het eigenlijk altijd wel echt het leukst als er ook nog muziek in komt. Zoals ik ook liedjes kan zingen. Omdat ik ook wel ook zangeres ben. En als, zoals bijvoorbeeld met die... even kijken... met die trolls of ik heb ook eens van die echt kleine kinderdingetjes gedaan. Dat er dan liedjes in één keer inkomen. Dat vind ik toch echt heel erg leuk. Maar ik vind het ook wel, wat ik bij de Flummels bijvoorbeeld echt heel erg leuk vind. Is dat ik vind het heel mooi gemaakt. Je ziet wel dat het liefdevol is gemaakt en dat er leuke grappen in zitten. die niet alleen voor de kleintjes leuk zijn, maar ook voor de volwassenen. Gewoon die ook meegaan naar de bioscoop. En dus als je ziet dat het gewoon liefdevol is gemaakt en met grapjes die misschien ook kleine kinderen niet begrijpen, maar waar de ouders het wel heel leuk vinden en dat het nog steeds begrijpbaar is voor de kinderen. Maar daar hou ik wel van. Dat er toch een beetje een kleine kwinkslag in zit. Je zoon Chico is net als ik ook 11. Ja. En houdt ook van tekenen. Net als zeker. Ja, hij is er helemaal door. Hij zet hem gewoon neer met zeg maar een stapel Donald Ducks en hij is gewoon... volgens mij soms zeggen, denk hij is volgens mij ook een beetje ADHD. Maar geef hem gewoon zo'n stapel drugs en hij is gewoon 5 uur uitgezoond. Dus dat is wel heel chill. Je hoeft geen medicijnen. En dan hou je zelf dan ook de strips? Ja, ik was vroeger wel... vooral Donald Duck. Ja, was echt wel mijn ding. En ik had mijn abonnement weer van mijn opa gekregen. Die volgens mij zelf tot zijn 75 stopte Donald Duck was geabonneerd. En heeft dat abonnement toen aan mij overgedaan. En ik heb op een gegeven moment, toen was ik rond mijn 20ste in Amsterdam wonen. En mijn ouders die hebben denk ik
nog 10 jaar lang bij hun thuis de donutduck ontvangen voor mij, nog in plastic. Dus die hadden echt zo'n stapel. Die is op een gegeven moment helemaal hele stapel nog ingepakt donutdukjes hier naar Amsterdam gekomen. En die heeft mijn zoon allemaal heel blij opengeschud. Kijk, in 1996 was dit. Dus Donald Duck heb ik ook. Ik denk dat dat in de familie een beetje is overgegeven. En ik vind het nog steeds eigenlijk wel leuk en relaxed om dat soms te lezen. En dan vindt mijn zoontje dan weer heel grappig om mij Donald Duck te zien lezen. Als je zou moeten kiezen wie je bent, Katrien Duck of Zwarte Magica, wie zou je kiezen? Ja. Dan denk ik toch Zwarte Magica. Mijn zoontje die schreeuwt heel vaak Katrien uit. Hij kan zich heel erg inleven, zeg maar. En in het verhaal en in Donald. En hij vindt, nou, er komt er een scheldwoord uit. Hij vindt Katrien Duck dan een trut. Omdat ze dan, en ook date met Guus Geluk. En hij is al heel lang verloofd met Donald. En hoe haalt ze het in haar hoofd? En ze behandelt hem als vuil. Dus hij vindt Katrien eigenlijk echt een super stomme chick. En ik, dan zou ik toch gaan voor Zwarte Magica. Dan maar de bad girl. Dan word je tenminste daar niet voor uitgescholden. Ja, maar dat die is dan toch wel... Die wil dan stelen van de rijken, toch? Een dubbeltje. Ja, wat is nou een dubbeltje? Toch, als je alles hebt. Ja, het geluksdubbeltje. Maar goed. Dus dan ga ik dan toch daar maar voor. Het is ook eigenlijk toch altijd wel leuk om in een film te spelen. Een beetje de slechterik. Hartelijk bedankt voor dit heel leuk interview. Nou, super. Jij bent top bezig, Wim. Dankjewel voor deze toevoeging. Wat was de hele zin? Lees allemaal mijn interview over Dirk de Schuurman in Jump en ga naar de film De Vlummels. Lees allemaal mijn interview met Birgit Schuurman. En dan wat toch alweer? En ga naar de film De Vlummels. Oké. Lees allemaal mijn interview met Birgit Schuurman in Jump. En ga naar de film De Vlummels. Yay!